Nou, jullie zien links van mij en rechts van jullie een aantal feestelijk aangekleed kinderen. Zij gaan vanavond voor u spelen. Weet je niet, kan aan. En nou, hopelijk gaan ze jullie een fantastische kerstsfeer brengen. Nou, de artiesten die gaan optreden, dat is een combinatie van de leerlingen van Tatiana Witteveen, van haar studio, haar piano-studio, en het muziekcomité. Nou, ze hebben vanaf september hebben ze geoefend, dus ze zijn, ja, ik was in september al helemaal kerstsfeer. Ja. Hartstikke leuk. Nou, ze hebben heel hard geoefend. Het resultaat gaan jullie vanavond zien. Ik heb gezien dat onze wethouder aanwezig is. Hartelijk welkom, Kees en Janne. Want deze avond was namelijk niet mogelijk zonder de steun van de gemeente Oud-Amsterdam. En natuurlijk ook niet zonder de steun of de facilitering van de Amstelkerk. Dank ook aan Roel, als je het geluid moet maken. Nou, we wensen jullie heel veel plezier en we zijn heel blij dat we zo'n enorme opkomst hebben. We hebben twee kinderen die gaan aankondigen, die de presentator spelen. Dus ik denk dat ik maar heel even presenteren. Zara. Beste mensen, wij vinden het heel erg fijn om hier met z'n allen in een mooie Amstelkerk te zijn. Ga lekker zitten en geniet van alles wat u hoort en ziet. Ik ben Cas. En ik ben Sarah. En wij zijn leerlingen van Chiara. Samen met de leerlingen van het muziekcollectief staan we voor klaar en maken uw kerstgedachten waar. Ga lekker zitten en geniet van deze mooie muziekstukken. Zeker weten, dit gaat lukken. Thank you.
Janne en Sasha. Zij voerden het stuk uit, blokfluit, piano en blokfluit. De hertog slaagt bij de andere.